2023 was het jaar van de Amerikaanse large caps. Maar misschien wordt 2024 wel het jaar van de Amerikaanse small caps. Nou, dit jaar, het is bekend, de Magnificent Seven hebben het heel goed gedaan en de S&P staat plus 18%. Maar indices die de prestaties meten van Amerikaanse small caps, zoals de Russell 2000 en de S&P 600, die hebben eigenlijk weinig gedaan. En we komen nu eigenlijk op een punt dat het historisch gezien misschien wel interessant is om naar die small caps te gaan kijken. Absoluut gezien staan ze er goedkoop voor. Dus de koers-winstverhoudingen zijn heel laag. De price-to-book ratio's, nou alles is eigenlijk heel laag. En ook relatief gezien, dus in relatie tot die S&P, ziet het er eigenlijk best gunstig uit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de koers-winstverhouding van de S&P 600, dat zijn die small caps, ten opzichte van de S&P, dan kom je eigenlijk op een heel laag punt terecht. Nu zult u denken, daar zijn goede redenen voor. En dat is ook zo. Er zijn er eigenlijk twee, waarvan de eerste, rente, het belangrijkste is. En daarnaast gaat het over de economische vooruitzichten. De rente staat namelijk vrij hoog en daar zijn small caps veel gevoeliger voor. Ten eerste omdat ze meer schulden hebben. Ten tweede omdat ze meer variabel gefinancierd zijn. Dus als die rente omhoog gaat, hebben ze er meer last van. En ten derde, in combinatie met die economische vooruitzichten, als het slecht gaat, dan komen ze moeilijker aan kapitaal dan de grote bedrijven. Maar rente is dus het belangrijkste en daar gebeurt natuurlijk nu het een en ander. Op 14 november kwam het CPI-cijfer uit in Amerika, dus de inflatie. Dat was 3,2%. En sindsdien denkt de markt eigenlijk dat de Fed gaat stoppen met renteverhogingen en niet alleen dat, volgend jaar wel weer kan gaan verlagen. Dat zou dus heel gunstig zijn, relatief, voor Amerikaanse small caps. Je zag dan ook dat nadat dat nieuws uitkwam, de S&P 2% steeg, maar de Russell 2000 met 4,5%. Met andere woorden, als je denkt dat volgend jaar de rente inderdaad lager kan zijn en de economie misschien niet een zware recessie tegemoet gaat, maar een milde recessie, dan is dit nu waarschijnlijk wel een interessant instapmoment voor Amerikaanse small caps. De risico's zijn duidelijk, namelijk 1. De rente blijft toch hoger. 2. De economie belandt in een zware recessie. En 3. Zoals met elke Amerikaanse investering is er natuurlijk dollarrisico. Daar staat tegenover dat historisch gezien dit wel een goed instapmoment kan zijn, gezien die lage waarderingen. En ook op korte termijn kan het interessant zijn als er bijvoorbeeld cijfers uitkomen, zoals een CPI of een Fed rentebesluit, die erop wijzen dat er inderdaad sprake zal zijn van renteverlagingen volgend jaar. Samenvattend, 2023 was het jaar van de large caps en dan met name de Magnificent Seven. Maar als de rente inderdaad daalt en de economie blijft redelijk sterk, dan zou 2024 wel eens het jaar kunnen worden van de Amerikaanse small caps.